Van harte welkom. We zijn alweer augustus. En dit is mijn kleine wildernisje helemaal achter in de tuin. Daar ga ik beginnen met deze vlog. En hier achter in de tuin mogen we dit jaar de aardappeltjes kweken. Nou, ik heb er al heel wat uitgehaald. En ik heb geluk, want ik heb geen ziektes. Dit hoort allemaal zo. De stammen zijn helemaal mooi schoon. Geen zwarte vlekken of phytophthora's. Ze drogen gewoon mooi op. Zoals het hoort. En hier het fruitgedeelte. Nou, ik heb al heel veel pruimen geoogst. Hij zit nog vol met... Deze boom zit nog vol met peren. Goudrenet. En we gaan niet helemaal naar achteren, maar misschien even met de drone straks. Even kijken. Er zitten heel veel brandnetels en ik heb een korte broek aan, vandaar. Dit is het pompoenenveldje. Hier zijn we eigenlijk mee begonnen, hè, dit jaar. En ik heb hier dus, zoals je kon zien, heel veel koemest ondergespit. En het ligt bomvol met pompoenen. Heel veel. Ik heb verschillende soorten, allemaal eetbaar. En melden doet het natuurlijk ook mooi. Het is al helemaal in de zaad geschoten. Er zit hier en daar wel wat onkruid tussen, maar ik was heel laat met het planten van de pompoenen. Dus ik kon heel lang doorgaan met schoffelen. Dus het valt met de onkruid wel wat mee. Ik weet niet of je het kan zien, maar het zit er echt heel veel pompoenen. En van die gekke dingen zoals een asperge die hier gewoon groeit. Ja, ik laat het maar staan. Misschien kunnen we even kijken of we die pompoenen kunnen zien. Zo, nou, ik weet even niet de naam, het ras. Ik zoek het even voor je op, komt nu in beeld. En daar heb je de grote gele. En daar ook allemaal pompoenen. Heel veel. Het enige wat ik nog niet heb gezien is de butternut. Maar die grote gele, en dat heet ook echt zo, grote gele. Ja, die ligt echt overal. Schitterend. Ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan, want er is een briesje. De prei van vorig jaar, daar heb ik wat van laten staan, zodat het mooi kan bloeien. Ja, er steekt nu wel een windje op, dus ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan. Maar dit wordt een geweldig pompoenenjaar en dat is allemaal te danken aan goede grond met flink veel kunstmest. Daar ook een pompoen. Ik zal de naam nu ook in beeld brengen. En dit is het veldje van de buurman. Dit is van Douwe. En dat is echt een hele ervaren tuinder. Eens kijken, wat mooi. Hij heeft zijn aardappeltjes geoogst en groot gedeelte alweer met groenbemester. Maar goed, daar kun je alleen maar van leren. We gaan in mijn tuin even verder. Dat waren de pompoenen. Groot succes dit jaar. Hartstikke mooi. Nou, daar waar ik de knoflook heb geoogst, was ik al bezig met omspitten. Nou, het is nou te warm en te droog. Dus
tot hier en verder kom ik niet. Wintergroenten. Nou, heb ik er ook al in. Hele kleine Savoie kooltjes beginnen zich al te vormen. Wat spruitjes. Ik had eigenlijk gehoopt op meer spruitjes, maar... En de spitskool, de tweede leg, zeg maar. De eerste oogst, daar heb ik geprobeerd zuurkool van te maken, om het te fermenteren. Dat is helaas mislukt. Nou, ik ga het niet nog een keer proberen. Tenminste, niet zo, niet de hele oogst. Deze ga ik allemaal fijn hakken en lekker koken. En dan in de diepvrieszakjes in de vriezer doen. Zodat ik de hele winter spitskool kan gebruiken. Courgette, dat is een beetje op zijn einde. De broccoli heb ik geoogst en die beamies aan de zijkant, ja, die gingen zo hard. Daar was ik te laat voor, dus die hebben ook in bloei gestaan. Nou, dit is gelukt. Hoe heet het ook alweer? Dahlia's, toch? Ja. Ik dacht eerst dat de slakken ze zouden opeten, maar ze staan mooi in bloei. Mijn goudsbloemen, Oost-Indische kers, is een heel mooi veldje geworden. Precies wat ik had gehoopt. En ik heb daar ook nog wat Oost-Indische kers laten staan. En dit is een hele grote klomp met snijbiet. En daarvan wil ik de zaden oogsten. Nou, meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Oh ja, de kas. We kunnen ook nog wel even in de kas kijken. Er staan nog wat wortelen. Zomerwortelen die eruit kunnen. En dit is mijn watermeloen. Er komen nu kleine bloemetjes in. En het wachten is op vruchten. En zodra die vruchten erin komen, dan zou ik moeten gaan snoeien. Zodat daar de aandacht naartoe gaat. Maar watermeloen. Ik geef het heel veel water. Dus laat maar komen. Mijn kleine cherry tomaatjes. Ja, dat is gewoon een succes. Ik wil het in de kas hebben volgende keer, maar dan in bakken. En dan heerlijk zoet. Zodat het niet zo op de grond hangt. Cherry tomaatjes. Ik bak ze op met Nieuw-Zeelandse spinazie. Helikopter. Prachtige zonnebloemen van de buren. Nou, gaan we hier weer even langs. En hier had ik mijn sperziebonen. Hebben jullie ook aan het begin kunnen zien. Nou, ik heb er om precies te zijn één maaltje van af kunnen halen. Maar ik ben blij dat ik heel snel snijbonen heb gezaaid. Ik heb ze niet gelegd. Ik heb ze gelijk in potjes gedaan. En schitterend. Kijk, daar kunnen we binnenkort van oogsten. Als we hier kijken, dan zie je dat in de schaduw mijn paksoi is uitgezet. Voelt zich hier heel prettig. In deze zinderende hitte. Ook een kropje ijsbergsla ertussen.
gaat hartstikke goed. Jalapeno's. Nou, hangt er vol mee. En het voordeel van jalapeno's is, ze zijn niet zo, zo scherp. Ze zijn wel pittig, maar ze zijn niet zo scherp. Nou, ik mag eigenlijk niet met volle mond praten, maar ik doe het lekker wel. Nieuw-Zeelandse spinazie. Hier staan stukken wat planten. En ik hoor wel eens mensen zeggen, één plant is genoeg voor een heel gezin. En dat klopt ook wel. Alleen wij eten twee keer per week Nieuw-Zeelandse spinazie. Omdat het zo verschrikkelijk lekker is. En daarom heb ik wat meer planten. En het is een succes. Mijn basilicum, die moet vandaag geoogst. Prachtig blad. En dit wordt allemaal pesto. Nou, mooi toch? Hier allemaal van die kropjes sla tussen staan. Nou, nog meer wintergroenten. Of eigenlijk voor het voorjaar al. Heb ik hier onder dit net. Kijk, mooi rijtje ijsbergsla. Bijna zover. En in de potjes die je misschien kon zien, ik zal het even wat beter laten zien. Dat is roodlof, rode ijsbergsla, kun je het mee vergelijken. Die moet ook uitgezet worden. Eigenlijk straks in het veldje van de basilicum. Maar het is nog wel heel erg warm. En ik heb niet meer van deze netten om ze te beschermen tegen de hitte. Dus maar even kijken hoe dat gaat. Mijn snijandijvie. Ook heel erg goed. Bultje compost. De paprika's. Nou, ik heb wel eens eerder gezegd, laat maar een stuk of wat planten, of een stuk of wat, laat maximaal twee aan een plant staan. Maar het is zo'n goed jaar. Kijk, hier zitten er vier in. Dus als ik nou gewoon deze bovenste bloemetjes er even uithaal, dan gok ik gewoon dat deze vier wel gaan lukken. Zo, dan laat ik deze vier mooie staan. En zo zit elke plant vol met paprika's. Bietjes zijn er ook klaar voor. Mijn uien.
dit zijn de super siepels. Hele grote uien. En in de kas met goed uitgebalanceerde voeding kun je ze wel tot een kilo krijgen. Nou, ze staan hier wat dichter op elkaar. Dus ze blijven iets kleiner. Andere uien kan ik gaan oogsten. En misschien is het leuk om even te zien hoe ze er nu bij staan. Nou, dat zijn toch fantastische uien. Ja? Dus die kunnen gaan drogen. Ga ik de rest ook nog oogsten en aan de kant leggen. Mijn prei voor de winter staat er ook mooi bij. De rode ui is er ook bijna klaar voor. Maar die laat ik nog even zitten. Nou. Dan komen we al bijna aan de voorkant. Kruiden. De mais. Nog even laten wachten. Aardbeien. Nou, dit is een veldje met vaste planten. En daar wil ik van af. Er groeit zoveel onkruid tussen. Dus ik ga salie ook als eenjarige kweken volgend jaar. En ik wil het wat netter hebben hiervoor. Knolselderij. Heb ik van Chris gekregen, kleine plantjes. Dankjewel jongen. En hier ook een rijtje basilicum. In eerste instantie zou ik hiervoor op dit stuk bruine bonen kweken, maar dat worden snijbonen. Kijk, die zijn er klaar voor. En nog de andijvie. Hier ook nog een veldje met paksoi. En ik heb hier ook nog rode bieten uitgezaaid. En ik heb hier buiten nog een watermeloen geprobeerd. Nou, dat is even een korte overzicht van de tuin. En het valt op dat een hele hoop dingen goed gaan. De bruine bonen en de sperziebonen is eigenlijk het enige wat mislukt is. En dan kom ik aan het einde van deze vlog. Ook voor dit jaar. Want ik heb een klein beetje het idee dat ik in herhaling val. Jaren heb ik gevlogd. Hier op de tuin. Filmpjes gemaakt. Hopelijk laten zien hoe leuk een tuin is. En ik ga wat minder filmen. En dat is tweeledig. Dus enerzijds omdat ik
het gevoel heb dat ik een beetje in herhaling val. En omdat ik een andere vlog begonnen ben. En dat is meer werkgerelateerd. Een link hiervan vind je in de beschrijving. Dus als je mij wilt blijven volgen op YouTube, dan kan dat. Dingen over mijn tuin. Die kun je ook volgen, maar dan op Instagram. Dus niet meer zozeer op YouTube, op dit kanaal. Op mijn kanaal hier vind je wel kanalen van andere... Het is echt warm. Kanalen van andere vloggers die ik zeer aanbeveel. Dus dat zie je nu in beeld. En wil niet zeggen dat ik helemaal niet meer op YouTube terugkom. Misschien dat ik in het hoogseizoen 2021 of als er eens iets bijzonders is, dat ik dat dan ga filmen. Maar niet meer zo frequent als dat ik eerst deed maandelijks. Dus ik zou je wel abonneren als ik jou was. En dan was dit het. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Voor jullie commentaren. En maak er wat moois van. Groetjes!